We hebben 700 kilo boerenkool vandaag weggewerkt, 30 kilo geraspte kaas. Tientallen liters bechamelsaus, dat ben ik kwijt. 500 rookworsten kort gesneden. En dat was eigenlijk pas bedoeld richting carnaval, maar ja, het feest is nou al losgebarsten, bij ons in ieder geval. Nou, dit is hij dan, de boerenkool met worstvlaai. We zijn begonnen met een bonen van vlaaiendeeg. Daar hebben we boerenkool gemengd met bechamelsaus, natuurlijk de rookworst en als laatste geraspte oude kaas. Maar wacht even, vlaai en Brabant, dat klopt iets niet. Nee, het is eigenlijk, vlaai is eigenlijk het Limburgse. Toch zijn steeds meer Brabantse bakkers de Limburgse vlaai aan het maken. En ja, wij dachten gewoon, we geven er even een andere twist aan. Alsjeblieft, dankjewel. Hij smaakt heel lekker. Hij is echt naar boerenkool en lekkere geraspte kaas. En het plakje worst, daar ga ik nou beginnen. Neemt u hem mee naar huis? Ja, ik neem hem mee naar huis. Twee zelfs. Er zitten ook gewoon vitamines in. Nou, dat is volgens mij ook gewoon een prima bodem om daarna wat biertjes weg te harken. Dus ja, ik denk dat die combinatie goud is. Maar als je een schatting moet maken, hoeveel ga je er ongeveer verkopen dan? Ja, tot aan carnaval, ik ga voor de 10.000. ik ga ervoor. En hoeveel vlaaien verkopen jullie normaal gesproken? Ja, ik denk 40 per dag. Dat is ka-ching ka-ching voor jullie. Ja, dat zou je wel zeggen. Ja, dat moet ook blijken. Maar ik ga er wel een beetje vanuit dat we hier iets aan overhouden. Ja, tuurlijk.